Karel. Ja, daar is hij. Goeiedag. Hey, Karel. Dat is niet helemaal waar. Ik wil zeggen, het is weer een poosje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Normaal gesproken is het ook zo, alleen wij hadden elkaar alleen gesproken. Klopt. Maar dat even ging bijgepraat. Dat ging niet goed. Ja, je hebt bijgepraat. Karel. Wij hebben natuurlijk al een paar video's gemaakt samen. En mensen vragen ook echt naar jou. Hè? Dat is ook echt waar. Trouwens, jij was uitgenodigd, hè, voor Hoogeveen, volgens mij. Ja. Ja, helemaal goed. Waar staan we nu, Karel? Ja, allereerst lieve mensen, lieve zielen, lieve hartsmensen. Hartsmensen zeggen we hier in Duitsland. Waar staan we nu? We zijn er. Okay. We hebben er een paar keer gezegd, we zijn er bijna, maar we zijn er nu. En zover als wij zeggen, we zijn er, zijn we er. En zeg maar, het opwekprogramma, het wakkerschutprogramma is zeg maar zo goed als afgelopen. Dus ja, ik had hier zo al iets leuks staan van welkom mensen in de wondere wereld van Hans Klok en Resti Restelli. Want we hadden het laatst al kort even over. Van wakker schudden. Ik weet niet of we mensen nog wakker moeten schudden. Mensen zijn gewoon helemaal gehypnotiseerd in deze scene. En dat zijn ze niet nu. Dat zijn we al honderden jaren, zeg maar 100 jaar sowieso. Als we langer terug gaan praten, dan verliezen we de draad. Maar in ieder geval, de laatste 100 jaar zijn we gewoon echt... je kunt wel zeggen, toch gehypnotiseerd. Ja. En we hebben dingen aangenomen voor waarheid, wat helemaal niet waar is. En ja, als je daarmee grootgebracht wordt, ja, dan denk je ook echt dat het zo is. Ja. En dat is het punt waar we nu in zitten. Om zeg maar te begrijpen, waar te nemen wat er werkelijk speelt. En dat wordt nu in de laatste fase heel duidelijk. Met pijn en met schrikacties duidelijk gemaakt. We hebben nu in ene keer een energiecrisis. Ja, hier ook. Er is niks veranderd ten opzichte van de jaren daarvoor. Maar we hebben nu een energiecrisis. De prijzen stijgen zonder reden. Er is net zoveel van alles als voorheen. De gekste dingen gebeuren. We krijgen beleid op ons uitgestort, waar eigenlijk niemand meer een touw aan vast kan knopen. Nou, als dit geen scary events zijn, dan... Ja, wat moet er, moeten we dan echt met bommen gaan gooien? Of wat moet er gebeuren? Want ja, kijk, heel nuchter kijken van wat is er aan de hand? Ja, er is iets aan de hand. Er is heel iets ergs. Dat hebben we al een paar keer besproken. Maar nu is het moment om te zeggen van oké, tot hier en niet verder. Wij nemen het hef weer in eigen hand. Ja. En dan zijn we er ook. En dat is wat we nu gewoon moeten doen. Dat is ook niet moeilijk. Het is ook niet angstig. Je moet alleen overtuigd zijn van... We hebben dat nu gehad. Zeg, de laatste 100 jaar hebben ze ons op een plek gezet waar wij ons niet thuis voelen. Wat niet de bedoeling was toen we hier kwamen. En de mensen die er nu zijn, die weten ook, we zijn hier nu om de volgende stap te zetten. Ja. Dus we moeten het oude... Moeten. We kunnen het oude gewoon loslaten. En dat is toch het toverwoord. Laat gewoon alles los wat er gezegd is. Laat alles los wat er gedaan is. Laat alles los wat je geleerd hebt. Het is zo. Ja. Je hoeft niemand wat kwalijk te nemen. Want mensen hebben toch uit datgene wat ze voorgedragen hebben, opgedragen hebben gekregen, beloond werden, hebben ze dingen gedaan waar je achteraf kunt zeggen, ja, maar waarom hebben we dat gedaan? Ja. Ja, ja, precies. Maar goed, het loslaten, dat is natuurlijk, ja, dit is een makkelijk woord, maar voor de meeste mensen is het wat een lastiger proces, denk ik. Jij en ik, wij zijn al jaren met verschillende materie bezig, want dat is echt niet van de laatste 2 jaar. Dus dan is het makkelijker voor ons om even sneller een helikoptervisie te hebben, hè, over wat is er nu aan de hand.
Want wat ik zie, en ik heb gisteren ook gezegd op de radio, er zijn mensen die zijn straks corona wakker, je hebt sommigen die zijn stikstof wakker, die andere is CO2 wakker, weet je. Het is mooi en dat is goed en dat moet. Yep. Alleen eigenlijk wat je wil is compleet wakker. En, dus, en dat zijn er nog niet zo heel veel, heb ik het idee. Ja, daar hoeven we ons ook niet zo druk meer om te maken. Want wakker schudden hoeft nou niet meer. Wij weten dat we naar de volgende fase gaan. En die is heel mooi. En de mensen die nu waarnemen van, goh, het is toch misschien anders dan ik altijd gedacht heb. Of ze hebben ons toch iets voorgehouden wat niet werkelijk zo is. Mm-hmm. Met name ziektes. De meeste ziektes bestaan niet als een ziekte, maar zijn gewoon vergiftigingsverschijnselen. Dat is ook allemaal bewust gedaan. Minimaal de laatste 100 jaar hebben ze bewust mensen ziek gemaakt. Vergiftigd, zeg maar. Dus als je dat nu gaat waarnemen, dan is het makkelijker om mensen de vragen die ze dan hebben, om die te beantwoorden. Wij hoeven geen mensen meer te zeggen van, jongens, kijk eens nou hier of doe eens dat. Dat heeft geen nut meer. Diegenen die nu geen vragen stellen, daar kun je 10 emmers water overheen gooien. Die worden, zeg maar, niet wakker. Dus wij staan open voor alles en iedereen. Mensen kunnen alle vragen stellen wat ze willen. En wij helpen gewoon erbij om de mensen het te laten waarnemen. Wat vindt er nou werkelijk plaats? Ja. Kijk, we hadden het net al even over de ziektes. Hetzelfde als met afval. Wij betalen allemaal een x-bedrag aan afval per jaar. En dat doen we al heel lang. En het wordt elk jaar maar meer en meer. En daar zijn we ook al 20 jaar mee bezig om daar goede oplossingen voor te creëren in de wereld. En die zijn er. En dan zeg je, ja, waarom gebeurt dat niet? Dat wordt me vaker verwezen, maar waarom zijn die oplossingen er nog niet? Nou, die oplossingen zijn er wel, maar die worden niet toegepast. Want stel voor, want het is een heel kort, simpel voorbeeldje. Voor elke kilo afval die een mens produceert per jaar, eenmalig, €2 investeert. Gemiddeld persoon heeft zo'n 200 tot 300 kilo afval. Als je dat bedrag eenmalig investeert, heb je minimaal 20 tot 40 jaar je afval 100% gerecycled. En je kunt ook nog tanken voor 70 cent. Ja. Hey, 70 cent. Benzine of diesel, maakt niet uit. Maar dat is een oplossing. En maar ja, die wilde men nog niet. Nee. Hetzelfde als hun gezondheid. Mensen willen niet hebben dat jij gezond bent, want aan een gezond mens valt niks te verdienen. Nee. Dus dat zijn een paar van die dingen die mensen nu waar gaan nemen. En daar helpen we de mensen mee. Ja, ja. Jij noemt net een voorbeeldje van afval. Daar moeten we misschien eens even een aparte uitzending over maken dan. Want ja. Dat is best wel een heel complex ding. En heel belangrijk. Want zo zijn natuurlijk, naast afval is natuurlijk ook nog energie, blablabla, water kunnen we nog over hebben. Ja, maar afval hebben ze overal op de hele wereld. Het is bijzonder. Heel raar. Nou, even zijwegetje, het is geen zijweg, maar toch. Wij moesten hier altijd ons afval scheiden. Hè? Dus alles moest in naam met plastic. In sommige gemeenten moet je dat bij in zakken bij de weg zetten. Ja. Nou, de gemeente waar ik vandaan kom, gemeente Vlachtwerf, Westerbold is dat nu. Die is daar maar mee gestopt. En dat is wel bijzonder, want ik wist al jaren, het gaat hier volgens mij naar de FAM, weet ik veel of iets. Daar komt alles weer op een grote beeld. Dus het maakt er geen drol uit. Je kunt hier weer gaan scheiden en het kost je extra geld, hè, dat is ook nog een keer. En daar kwam bij de afvalverwerking kwam het gewoon weer op de grote beeld. En nou, daar zijn ze dus in die gemeente ook achter gekomen dat dat niet werkt. Nou ja, dus zijn ze ermee gestopt. Ja, met name wat je zegt, kunststof, als je nou... Kijk, PET, dat gaat heel goed. Ja. Het recyclen van PET. Dat is ook een van de weinigste kunststoffen waar het heel makkelijk en goed gaat. Daar wordt ook bijna 100% gerecycled. Maar alle andere verpakkingsmaterialen, die bestaan uit meerdere soorten kunststof. En daar kunnen ze dus met de huidige technieken van het verkleinen en warm maken, kunnen ze niks mee. Dus nee. Dat gaat allemaal de oven in. Ja, en maar die PET-flessen... Maken ze daar weer olie van? Tenminste, ik heb ooit een keer een filmpje gezien, waarschijnlijk in India. Die lopen echt wel voor, hè? Die mensen die lopen daar op sandaaltjes en doen alles nog op de hurken en zo. Maar goed, technisch gezien zijn ze echt een stuk veel verder dan wij.
Maar die gooit het in een of ander apparaat en het wordt dan verhit of weet ik wat ze ermee gaan doen. En het komt er als olie gewoon weer uit. Eigenlijk is het brandstof, hè? Ja, het wordt uit olie gemaakt en je kunt er weer olie van maken. Dat is niet zo moeilijk. Alleen, wat je noemt, dat zijn ook inderdaad net een klein oventje of een magnetron. Zo groot zijn die dingetjes. Daar kun je gewoon alle plastic in gooien en dan kun je eten erop koken. Ja. Maar dat is natuurlijk een proces wat... Dat werkt. Ik bedoel, dat is niet zo moeilijk. Er zijn ook in Nederland al zulke in het groot deel apparaten neergezet. Ja, die werken wel, maar niet, zeg maar, schoon genoeg. Nee, precies. Nee. Want dan ga je het probleem weer verleggen. Dan heb je weer een uitlaat dat je zegt, nou ja. Dus als je het doet, doe het dan goed. Want de moeder natuur heeft gewoon overal een oplossing voor. Ja. En dan moet je gewoon even ietsjes verder en langer de onderzoek doen en bij anderen kijken en niet bang zijn, maar gewoon uitwisselen. En zo zijn dat soort systemen ontwikkeld. Ja. En die en de componenten die daarin gebruikt worden, die draaien, de belangrijkste component, die draait dan maar juist 100 jaar. Dus ja, dat die installatie niet kan draaien, dat is dan dus... Maar het punt is altijd van, ja, wie begint ermee? Maar ja, de huidige machthebbers, met name Vanguard en BlackRock, die alle geld in handen hebben en de hele regeringen sturen in de wereld, ja, die willen dit niet. Want stel voor dat er geen probleem meer is. Nou ja, kijk, maar goed, jij zegt Vanguard, BlackRock. Nou, die hebben hun macht. Maar goed, het geeft ook even duidelijk aan, en ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar hier heb je burgemeesters in Nederland. Jij bent ook in Nederland, je bent ook in Nederland. En die worden niet door ons gekozen, maar die worden hier gewoon neergezet. Hè? Dus het is altijd weer een man of een vrouw uit een heel ander deel van Nederland die hier dan in één keer spul komt besturen. Allemaal zweren ze trouw aan de koning. Ze zijn allemaal een of andere partij, meestal wel, gelieerd aan een of andere partij. Zo zie je maar weer dat ze ook niks te vertellen hebben. Want een goede, echt een goede burgemeester, die dicht bij zijn burgers zou moeten staan, die zijn er ook niet. Die zeggen van, nou luister, maar dat gaan we doen. He, want die wordt teruggefloten. Ik weet niet hoe dat bij jullie is. Nou, hier worden de burgemeesters wel gekozen. Oh. Ja. En, maar dat wil niet zeggen dat ze het werk goed doen. Maar je hebt ook maar een beperkte keuze. Een aantal worden gewoon door de partijen naar voren geschoven. En dan ziet je in feite hetzelfde. Ja. En je zegt wel zo van, ja, in Nederland is nog steeds de mag je de burgemeester niet kiezen. Die wordt ook geïnstalleerd. Maar wij denken dat we de Kamer mogen kiezen. Maar dat is ook niet zo. Dus dat is dus ook iets wat je nu waar kunt nemen. We hebben het in Frankrijk nu onlangs weer gezien. De eerste verkiezingen met de minister-president. Die Macaroni die had verloren, maar toch mocht hij winnen. En nu ging het zeg maar om de Tweede Kamer en daar verliest hij gigantisch. Nou, ja. Dat had hij de eerste keer ook. Alleen toen moest hij nog zijn werk afmaken en nu... Maar dat is dus ook een waarneming die mensen willen zien. Maar er zijn nog genoeg mensen die absoluut niks willen zien. Zelfs in Amerika niet. Die zeggen maar zo van, nee, Biden heeft gewonnen. Ja, oké. Okay. Snap je dus, als je het niet waarneemt, niet wil zien, dan zie je het niet. Nee. Nou, jij begint nu over Biden. In Nederland heb je... Trump is weer in het nieuws. Hè? Trump is weer met zijn rallies aan het gang. En die film, hè? Die 2000 Mules, is natuurlijk uit... Ja. Mike Lindell had natuurlijk ook al het nodig uitgezocht. Nu is er in Arizona volgens mij, hè, is er zo'n senator geweest die zegt van, ja jongens, maar dit kan niet. Of in Texas, waar was het? Die zegt, wij accepteren dus niet meer de uitslag dat Biden heeft gewonnen. Dus dat kan niet meer. Trump, er zijn nu al drie staten die het niet meer niet accepteren. Ja. Kijk, hey, nogmaals, voor mij is altijd verteld, er hoeft er maar eentje te zijn en het is klaar. Maar goed, dat gebeurt dus niet. Maar nu ook in Nederland zie je dus weer bij de talkshows, en met name laatst zag ik Umberto Tan weer, en dan zit die schoonzoon van Nancy Pelosi zit daar, Michiel Vos, ja die zit er ook. En die zit... Wel, ik heb een paar jaar niet meer gezien. Nee, maar goed, ik weet niet wie dat nu is hoor, maar, maar die zitten dus weer dus we gaan weer terug hè, Trump zwart maken en belachelijk maken en... er is ook een hearing geweest in Amerika, hè, waar de een van de Rothschilds zijn verweer doet, als die wordt opgeroepen als deskundige. Ja jongens, wat je zegt, als je het ziet, het ligt er zo dik bovenop. Maar voor degene die het niet ziet, ja, die gaat er weer volledig mee. Dus ik ben benieuwd
In hoeverre wij zijn in Nederland, ja, in Duitsland weet ik helemaal niet, maar toch. Nou, die doen elkaar niet zoveel hoor. In heel Europa worden mensen echt totaal voor de gek gehouden. En ja, en dat is een kwestie van wie ziet wat. De een ziet nu, wat je net ook zegt, die ziet, de een is dan wakker geworden zeg maar, met corona, de ander is wakker geworden met de verkiezingen, die is wakker geworden met energie en die wordt daarmee wakker. En die wordt met CO2 wakker en nu worden de boeren wakker met stikstof. Ja, kijk, het is een kwestie van waarnemen van, ja, er komen allerlei maatregelen op ons af. Ja, klopt dat wel? Ja. Het hele CO2-verhaal, dat weet iedereen. En ze wilden dat graag weg hebben. En natuurlijk, want als jij een beetje water hebt en je hebt CO2, kun je eigen brandstof maken. Ja. Ja, en dat willen ze natuurlijk niet. Nee. Nou ja, goed. Het is bijzonder. Nou, het stikstofprobleem ook Nederland. Nederland is het enige land met een stikstofprobleem. Staat nergens geschreven dat het moest, hè? Ook dat niet. Nee, maar ik vind het ook wel grappig dat ze dan zeggen, ja, we willen toch creatief ermee omgaan en oplossingsgericht en zo. Ten eerste, er is geen probleem. Nee. Nederland is het enige land die meer dan 1000 Natura 2000 gebieden heeft. In België hebben ze er geloof ik maar 8 of 18. Ja. In Nederland heb je nou eenmaal heel veel van die zogenaamde bureau natuurfreaks. Die het verschil tussen een haas en een koe nog niet kunnen zien. Maar die hebben dan wel gezien dat er ergens een plantje groeit. Ja. En dat zijn dan vaak plantjes die op hele schrale bouwgronden, waar zeg maar, eigenlijk wat gebouwd had moeten worden, maar daar is niet doorgegaan en dat groeit dan zo'n plantje. En die wilden dan daar een heel natuurgebied van maken. En dan denk ik van, Nederland is een rivierdelta. En nou, rivierdelta's zijn bij uitstek overal op de wereld vruchtbare bodems. En daar wordt land- en tuinbouw bedreven om de mensen eten te geven. Ja. En daar ga je natuurlijk geen schrale natuur neerleggen. Wil je dat hebben, ga alsjeblieft naar de Sahara, zou ik zeggen. En daar kun je hele dagen genieten van schrale natuur. Ja, nou ja, het is bijzonder. Maar goed, in de jaren 80, dan gaan we heel ver terug. In de jaren 80, toen ik mijn eerste huisje kocht, toen was er een programma, daar kon je, in je tuin kon je bomen aan laten leggen, kreeg je subsidie voor de kosten. Dat kostte echt helemaal niks. Dus, en daar was een hovenier. En die zei toen, dat was in de jaren 80, Nederland wordt de achtertuin van Europa. Dat moet mooi, dat moet groen en dat moet natuur en bla bla bla. Dat was in de jaren 80 werd er al over gesproken. Dus dat is geen nieuw plan. Net zo goed als het plan met die tri-state. Ja, is ook geen nieuw plan. Het is allemaal. Nee, het Roergebied tot aan Amsterdam en Rotterdam, ja. Ja. En dan deel België, hè? Ja. Antwerpen, ja. Ja, ja. Ja, nee, dat was het plan. Maar ja, dat, volgens mij kunnen ze dat plan niet meer handhaven, omdat ze toch een depopulatieprogramma nu zo hard van stapel hebben laten gaan. Dus ja, die stad heb je niet meer nodig. Nee, nou ja, dat kan sowieso niet, want in dat plan staat 2025. In 2025 zouden er zoveel miljoen mensen in die grote steden moeten wonen. Ja, ook in Nederland. Nou, dat gaat hem dus never nooit niet worden. Tenzij er nu een verhuisbeurs voor de deur komt, maar volgens mij niet. Nou, er moet er geen verhuisbeurs komen hier. Nee, en zeker dat we nu weten dat het tijd gaat keren, want hier gaan de zogenaamde vluchtelingen weer met bussen vol terug naar Oekraïne. Ja, daar ben ik het daar is het leven. Daar is het leven veel beter dan hier en veel makkelijker en eenvoudiger. En dat is ook hun cultuur. Ja. En die voelen zich hier echt niet lekker. Er zijn natuurlijk altijd van die gladjanissen. Sorry voor het woord, maar je hebt al die mensen die willen profiteren van die situatie. Die denken van, oh, als ik maar naar Duitsland kom of naar Nederland, dan krijg ik een huis, dan krijg ik een uitkering, krijg ik een auto, krijg ik een tv, krijg ik alles. Ja, maar zo werkt het helaas niet. Maar jij, nogmaals, wij hebben dit niet voorbereid, dames en heren. Jij begint hier nu over, want dat heb ik mij altijd verbaasd, dat er zo in één keer zo'n stroom vluchtelingen op gang komt. Die mensen, die moeten iets beloofd zijn. Dat kan niet anders. Toch? Nou, sterker nog, als je ergens een oorlog begint, en de NATO is bekend als een echte terroristische organisatie, die heeft heel veel oorlogen uitgelokt met leugens. Ja. En dat is in Vietnam, dat is in Libanon geweest, dat is in Irak geweest, in Libië en Syrië. Maar voordat ze daar die oorlog begonnen,
was er al een plan om een vluchtelingenstroom op gang te krijgen. Het is allemaal gefinancierd, georganiseerd. Er zijn bussen, boten, vliegtuigen, alles staat paraat om die vluchtelingen maar deze kant op te krijgen. Want een achterliggende gedachte van zo'n oorlog is het opvolgprogramma. Want als je maar genoeg vreemdelingen in jouw land hebt, voel je je niet meer, ben je niet meer baas in eigen huis. Nee. En dat is vandaar ook dat in Amerika nog steeds die deur opengehouden wordt. En dat is in Europa ook geweest. Puur om zeg maar het verschil tussen eigen mensen en vreemde mensen, om dat maar zo klein, zo groot of zo klein mogelijk te maken, zodat de eigen mensen zich niet meer lekker voelen in eigen land. Ja. En dat programma loopt gelijktijdig, of eigenlijk voorop, met een oorlog. En dan is de media altijd genegen om daar een kindje in het water te gooien, die dan zogenaamd verdronken is. En oh, dat is sentiment gezwept. En iedereen zegt, oh, dat is toch erg, is toch erg. Nee, vluchtelingen zijn er niet. En vluchtelingen gaan ook niet alleen de mannen op pad sturen. Als er echt een oorlog is, dan gaat het hele gezin weg. Ja. Of de vrouwen en de kinderen. Dat de mannen achter moeten blijven om te vechten. Maar al het andere zijn geen vluchtelingen. Dus als je dat niet wil zien, ja, dan moet je ook nog weer dat gaan waarnemen. Wat speelt er in die wereld? Ja. Want niks gebeurt zomaar. Alles wat de afgelopen 100 jaar gebeurd is, is allemaal gepland. Ja, nee, dat sowieso. Maar goed, dan nog, ik blijf het draven. Kijk, er mag bijvoorbeeld morgen we gaan er vanuit dat het niet gebeurt, hè. Helder. Maar stel dat er in Limburg een oorlog uitbreekt en de Duitsers vallen weer binnen. Zou kunnen, je weet het niet. Hè? Hè? Dan gaat Peter niet vluchten uit Groningen. Hè? Wat is dit? Maar kijk, nogmaals, en Oekraïne is heel groot. Dus het vechten is tegen de Russische grens aan. Dan blijf je toch in Oekraïne. Dan ga je toch niet naar Polen of naar Nederland of naar Denemarken. Jezus, waar gaan ze wel allemaal heen? Kijk, ik snap, ik ken ook geen vluchtelingen, trouwens, by the way. Maar ik snap dat niet. Tenzij jou iets beloofd, en dat bedoel ik, daar kwam ik op terug. Tenzij jou iets beloofd is, Gouden Bergen zijn jou beloofd, dat je, ga daar maar heen, daar krijg je, nou ja, dat was natuurlijk ook zo, hè. Je kreeg onderdak, je kreeg zakgeld, je kreeg gratis pasje om te reizen in Duitsland, volgens mij. Hè. Je hoeft je dingetje maar te laten zien en je mag overal naartoe. Ja. Hier in de buurt trapel. Als mensen een winkel overvielen. Nou, overviel deze niet. Dus nam gewoon speel mee. Nou ja, ach, doe maar. Ze snappen het nog niet zo goed. Nee, nou, ik heb hier dus wel mensen gesproken die inderdaad wel gevlucht zijn omdat hun huis beschoten werd. Ja, maar zo gauw de Rus weer teruggekeerd is, zijn ze ook weer weg. Ja. Want ze wilden ook helemaal niet hierheen. Nee. Maar die andere groep die al hier was, heb ik dus ook een dolmetscher gesproken, een vrouw die ook al meer dan 10 jaar in Duitsland woont. En die werd als tolk ingehuurd door de overheid van, wat zeggen die mensen nou, waarom zijn ze hier? Nou, en die mensen zeggen ook van, wij hebben op de tv en we hebben in de krant en we hebben folders gekregen van, als we hier weggaan en we gaan naar Duitsland toe, dan krijgen we een huis, een auto, verzekering, alles. Dus die hadden daar ook niks. En die zijn dus al hierheen gegaan voordat er eerst een schot gelost is. En die waren dus zogenaamd vluchteling. Ja. Nou, en die hadden echt zoiets van, ja, maar waarom krijg ik geen huis en een auto? Ja. Ja, hallo, zo werkt dat hier niet. Ja, maar dat hebben wij daar wel gezien. Ze hebben ons dat wel gezegd. Nou, letterlijk. Ja. Dus wat jij zegt, tuurlijk worden die mensen, en dat is dat omvolkprogramma, die mensen worden gewoon met valse voorwenselen weggestuurd daar. En dat is niet alleen daar, maar dat was in Syrië, dat is in Libië, dat is overal geweest. Ja, maar jij zegt dat wordt gefinancierd, hè? Maar wie financiert dat dan? Ja, dat is niet zo moeilijk. Dat zijn dezelfde jongens die ook aan de oorlog winnen. En jongens die zeg maar dat omvolkprogramma promoten, ja. Dat is een naam die dan elke keer naar voren komt, is de niet gekozen organisatie van Soros, de Open Society. Ja. Nou, die heeft heel veel miljoenen geïnvesteerd in dat vluchtelingenprogramma. Ja, overal. Precies. Maar goed, ik neem aan dat als vluchtelingen naar Nederland komen, dat de Nederlandse overheid de rekening oppakt. Neem ik toch aan. Ja, dat zijn wij dan weer natuurlijk.
Ja, maar hoe kan, als ik een arme vluchteling ben uit Afrika of uit Azië, en ik kom, hoe kom ik hier? Ja. In Engeland komen ze gewoon met een vliegtuig aangevlogen. Ja. Als ik een vluchteling ben, heb ik niks meer. Dan kan ik ook geen ticket kopen en toch komen ze met een vliegtuig. Ja. Dus dat is al een vraagteken. Dat is, moet je waarnemen. Dan moet je kijken van hoe komen die mensen hier? Nou, die komen dus niet op een normale manier hier. Die zijn geholpen. Sommigen hebben inderdaad ook de familie rondgegaan om geld te krijgen om het dan zogenaamd hier in het paradijs terecht te komen. Ja, dat is ook gebeurd. Dat zijn dan die mensenhandelaren. Die springen daarop in. Tuurlijk, die heb je ook. Ja, die vallen dan ten prooi twee keer. Dus ja, daar kun je niks aan doen. Dat krijg je als je zo'n beleid gaat maken zoals wat Soros graag doet. Ja, dan krijg je ook mensen die er tussen wal en schip vallen. En mensen die daar dan toch weer geld van weten te maken. Ja, dan krijg je gewoon een zwarte markt daarin. Ja, precies. Het is gewoon handelswaar. Als mens. Nou heb jij mensen gesproken van de week uit de Oekraïne, die weer teruggaan. Ja. En dat, je moet het verhaal zelf maar vertellen voordat ik jou... Ja, dat maakt niet uit. Nee, in Oekraïne wordt alles weer opgebouwd. Er is ook een Nederlandse boer die daar zit. Die heeft dan ook zo'n vlog op YouTube. En die zit nogal een beetje propaganda te maken voor de verkeerde kant. Maar in ieder geval, die zegt maar zo van kan niet. De graan gaat hier niet weg. Nou, ik heb mensen gesproken die zeg maar hoeveel je hebben wil en je kunt het krijgen. Ja. Er is niks aan de hand. Export is gewoon mogelijk. De mensen die terug willen, die kunnen... Ze hebben al hele gebieden weer, zijn ze aan het opbouwen. Mensen kunnen een stuk grond krijgen, ongeveer 2.500 vierkante meter met een huis erop, met gas, water en elektra, voor 8.500 euro. En dan zijn ze eigenaar van dat stuk grond en het huis. Je kunt ook een huis kopen van minder dan 1.000 euro, maar dan moet je zelf nog een beetje knutselen. Maar dat is allemaal wat daar nu gaande is. En die mensen die werken de keihard aan om het land weer mooi te maken. Want die zitten al vanaf 2014, eigenlijk een paar jaar eerder, maar vanaf 2014 echt in de shit. Ja. En wij praten nu 3 maanden over een oorlog, terwijl het alleen maar een schoonmaken is. Ja. Maar die mensen zijn nu eindelijk blij dat ze weer terug kunnen en dat ze echt aan alle kanten geholpen worden. Ja. Oké, interessant. 8.500 euro, nou dat wil ik ook wel. En je moet er willen zitten, hè? Ja, nee, maar goed, het is ook zo. Maar dat is niet erg, het kan allemaal. Nee, doe maar. Oké, dan hebben we het Oekraïne gehad, dus dat probleem is opgelost. Nee, ik heb er nog eentje. Ik wil jouw mening. Ik zag laatst een artikel voorbij komen dat Polen... Kijk, Polen is natuurlijk ook zit aan de verkeerde kant, volgens mij, hè? Tenminste, de regering sowieso. Polen, alles op alles zetten om een oorlog uit te lokken met Oekraïne. Of met Rusland. Hè? Het verhaal gaat dat ze dat ook gedaan hebben met de Tweede Wereldoorlog. Weet je daar iets van? Ja, maar ik heb daar nou niet zeg maar even een briefje liggen waar dat ik exact de juiste data's even opzet, maar... De waarheid over de Tweede Wereldoorlog, die heeft Poetin ook al naar buiten gebracht. Dus die is al te vinden op internet. Okay. En hoe het een en ander gelopen is. Maar we krijgen in Europa wel weer een nieuwe grensindeling. Ja. Of beter gezegd de oude. Dus in die zin is wat daar nu met Polen en andere landen in het... En Joegoslavië wordt weer Joegoslavië. Er zijn heel veel landen die weer zeg maar hun eigen... eigenheid weer terugkrijgen in plaats van het verdelen door het Westen. Ja, betekent dan dat Polen weer een deel krijgt wat nu bij de Oekraïne hoort? Dat ze meer, want dat verhaal ging ook? Ja, ze zijn al flink die kant op. Ja. En Oekraïne is natuurlijk ook geen officieel land. Hè? Ik bedoel, is nooit aangemeld. Dus en Rusland die is echt bezig om de mensen hun bestaansrecht weer terug te geven. Ja. Kijk, we hebben de Sovjet-Unie gehad en dat was een mislukking. En nu gaan ze echt weer het oude Russische Rijk. Als je dat zegt, dan valt er altijd weer fout. Maar als je zegt Engeland of Frankrijk, dat is ook een Rijk. Hè, en Oostenrijk, dat is wel weer goed. Maar bijvoorbeeld als je zegt het Duitse Rijk, dan ben je weer helemaal fout. Maar Duitsers zijn helemaal niet slecht. Maar die zijn slecht gemaakt. Omdat ze te goed waren tegen de slechteriken. En daarom moesten die goede slecht gemaakt worden. Ja. Maar dat is ook weer een verhaal. Daar kun je ook een heel
Daar zijn ook heel leuke informatiebronnen voor om dat na te gaan. Ja, dan schoot me ook nog één puntje te binnen van waarom Oekraïne zo in één keer in de belangstelling was. Want het viel er gewoon op dat elk westers geïnstalleerd staatshoofd daar naartoe moest. Ja. Ik bedoel, dat is nog nooit gebeurd in een oorlog dat iedereen daar naartoe ging. En nou blijkt dus ook, en die bewijzen die hebben Rusland en China allemaal veiliggesteld. En die worden niet door Rusland verteld, maar die worden dadelijk door de personen verteld die daar ook gewerkt hebben. Want Oekraïne was een shoppingmall en een laundry. De grootste geldwasseretten van bijna van de wereld, maar in ieder geval van Europa. En echt een shoppingmall voor alle slechteriken in de wereld. Je kon daar alles kopen. Van vrouwen, kinderen, lichaamsdelen, bloed, noem maar op. Alles was daar mogelijk. Plus dat daar, er zitten wel 500 van die biolaboratoriums over de hele wereld. In Nederland zitten ze ook. RIVM is er ook eentje van. Die ontwikkelen ziektes. En in Oekraïne hebben ze hele vieze dingen ontwikkeld en uitgetest. En het plan wat daarachter zat, dat wordt dadelijk ook naar buiten gebracht door die mensen die ze gevangen hebben genomen in die laboratoria. Ja. Dat zijn westerse mensen, Amerikaanse mensen, zijn militairen. Die mogen dadelijk zeggen wat voor verschrikkelijke methodes, ziektes, biowapens, chemische wapens hebben ontwikkeld, omdat vanaf november dit jaar zouden ze dat op verschillende plekken in de wereld in gaan zetten. Dus dat is allemaal veiliggesteld. Dat is goed. Nou is er vandaag, het is vandaag natuurlijk wel weer de 17, 23-6-2022. Ik wou zeggen, 17, ik kijk even in mijn... 17 is 23, man. Ja, maar als je de kwestsom optelt, dan zit je weer op 17. Vandaag is Amerika zo slim geweest om met een drone in Rusland een oliedepot in de fik te schieten. Oh. Dus dat is even de vraag hoe tactisch Poetin daarop gaat reageren. Op die andere dingen heeft hij ook heel mooi op gereageerd. Dan nog even het energiepunt. Duitsland zit zwaar in de problemen, omdat ze heel erg die sancties op Rusland handhaven. Canada is er ook eentje van die er ook heel erg graag doet. Nou, Duitsland kreeg gewoon alle gas wat ze ooit afgesproken hadden, kregen ze gewoon netjes via de Nord Stream 1 binnen. Maar ja, zo'n pijplijn die ligt er al weet ik hoe lang, die moest nog 8 jaar mee. En dat moet onderhouden worden. Nou ja, je weet zelf, als je een auto hebt, dan gaat er een bougie kapot of een verstuiver of wat. Nou, dat is met die leiding dus nu ook. Er waren wat onderdelen naar Canada gestuurd voor reparatie. Siemens doet dat. Nou, maar die zijn nu dus klaar, maar die mogen vanwege die sancties niet terug. Dus vandaar, dan zeggen ze, Poetin draait de kraan dicht. Nee, want de onderdelen die ervoor nodig zijn om het goed in het net te krijgen, die zijn kapot. Dus daarom moest die kraan half dicht. Nu zijn er nog weer wat andere dingen die voor onderhoud nodig zijn. Maar ja, die mogen ze niet repareren. Dus ja, die kraan gaat nu 100% dicht. Anders wordt het te gevaarlijk. Ja. Nou, hebben ze het geluk dat die Nord Stream 2 er al ligt. Ja. De Russen hadden hem voor de oorlog al volgepompt en afgemeten. En dat ding er is 100% klaar. De Duitsers hoeven alleen de kraan open te draaien. Dan hebben ze binnen enkele uren net zoveel gas, misschien nog wel meer, dan als ze ooit gehad hebben. Maar we hebben een linksvergiftigde regering in Duitsland en die zeggen nee, we willen niet. Nee, nou goed, ze gaan alle atoomcentrales dicht doen dit jaar. Nou, de kolencentrales moesten dicht, die moeten nu weer volop. Mensen in Nederland moeten volop aan de bak. Nou, en gas krijgen ze niet meer, omdat ze zelf geen onderhoud meer kunnen plegen. En ze willen die nieuwe fantastische leiding niet opendraaien. Nou, wie heeft er dan een energieprobleem? Nou, ja, de mensen zijn de dupe, neem het waar. Het is de politici die dat veroorzaken. Want er is niks aan de hand. Poetin heeft zich altijd nog aan de contracten gehouden. En het gas is heel goedkoop wat ze krijgen. Maar ja, als je het niet af wil nemen, betalen moeten ze het even goed. Nu gaan ze olie uit andere, uit Midden-Oosten en uit Azië halen.
ook diesel, want nu is er weer een paar raffinaderijen in Duitsland en in Oostenrijk kapot. Dus nu moeten ze de diesel weer nog verder weghalen. Nou, betalen ze minimaal de dubbel als het niet drie dubbel is. En wie moet het betalen? Jij en ik. Nou, neem het maar, kijk wat er aan de hand is. Ik hoef dat niet te betalen voor Duitsland, of wel? Alhoewel, wij zijn natuurlijk wel de provincie van Duitsland. Onderdeel van Amerika, nou, lastig allemaal. Nou ja, kijk, Nederland is bevolkt door Duitsers. Wie destijds uit de reformatorische, of hoe heet dat, in ieder geval zo'n ergens in de geschiedenis, zijn die Duitsers gevlucht naar Nederland. Dan hadden ze geen last meer van Duitsland. Dus in principe zijn we allemaal één volk. En dat is ook de kunst nu. We hoeven niet meer, we hebben al 100 jaar hebben ze met verdeel en heers de mensen in controle gehouden. Dus we zijn allemaal familie van elkaar. Wij zijn net zo goed als de Duitsers, de Russen, de Polen, de Fransen, de Engelsen. De mensen zelf, die moeten nu beseffen dat we geen vijanden van elkaar zijn. Wij zijn de mensen voor deze aarde. Die lagen die daarboven zaten en nu nog steeds denken dat ze de macht hebben, dat zijn de veroorzakers van alle problemen die wij hebben. Wij hoeven die lagen niet boven ons te accepteren als wij samen ons niet meer laten splijten. Amen. Want zo simpel is het, want er zijn zoveel leuke dingetjes gaande. Mensen komen echt dingetjes tegen dat je echt zoiets hebt van wauw. De een ontdekt dit, de ander vindt dat en de ander zo. Ja, het is echt fantastisch. Ik geniet ervan. En wat er allemaal op tv gebeurt, ja, via Telegram krijg je allemaal die leuke stukjes binnen. Dan denk ik echt van, joh, je komt van lachen niet meer in de slaap. Nee, nou ja, goed. En dat is ook zo. Weet je, als je het ziet, dan zie je het. Dan kun je het ook niet meer zien. Maar je bent er wel eens een keer, je hebt het wel een keer gehad. Maar ja, terug naar af gaat natuurlijk, dat gaat natuurlijk never nooit meer. Dat wil niet. Dat zal ook niet gebeuren. We gaan verder en we staan echt op de drempel nu. En het is nu aan de mensen om het zelf te doen. Nou, ja. Wat ik van de week gisteren heel leuk vond, is dat de boeren nu eindelijk eens een keertje zonder nummerbord en niet naar Den Haag gingen, maar gewoon in het midden van het land. En ik hoop ook dat ze nu verder gaan met het feit om zich soeverein te gedragen. Want al hun bestuurders, zowel in de politiek als bij de grote bedrijven, die hebben ook allemaal, zijn allemaal afhankelijk van die jongens waar we zo straks genoemd hebben. Nee, precies. Maar goed, dat is, zoals ik het begrepen heb, ze zijn daar, nou, want eergisteren had die demonstratie, hè, de protest daar in Stroe. Vandaag zal er in Den Haag zal er overleg plaatsvinden. Want ze willen het stikstofbeleid willen ze van tafel hebben. Afhankelijk van de uitspraak van vandaag, daarop gaan zij weer eventueel wel of geen actie meer voeren. Want ik begrijp dat als vandaag uit dit hele overleg in Den Haag komt van jammer jongens, maar het stikstofbeleid gaat gewoon door. Dan zeggen ze, dan bereid je maar voor op een hele rare zomer, een heel raar najaar, want dan gaat alles plat. Dat is wat ze zeggen. Ja, dat plat gaan. Ik bedoel, vandaag was Londen plat, Berlijn was plat. Er worden gewoon 70, 80 kruisingen stilgelegd en het verkeer staat stil. Dus je hoeft niet veel te doen. Dus wat dat betreft, maar lost dat het op. Ik denk dat ze, kijk, we weten nu dat de actie is. We weten ook dat het gewoon uit een duim gezogen is, die hele stikstofbeleid. Ja. Het is gewoon wensnatuur wat een paar personen op een kantoortje graag willen. Nou, ik zou zeggen, ga dan ook dat omvolken. Breng die dan weer terug naar de Sahara. Dan hebben ze hun schrale natuur en dan kunnen ze zich echt elke dag helemaal uitdollen. Dan hebben ze hun wenscultuur daar, natuur. En laat Nederland gewoon Nederland zijn. Maar als de boeren inderdaad echt vervuilend waren geweest, dan waren ze voor 100 jaar geleden al uitgestorven geweest. Ja, nou ja, goed, dat is ook zo. Kijk, er zijn best problemen in die hele sector, helder, hè? Dus het intensieve. Maar het verdienmodel van de boer moet anders. Het verdienmodel, daar klopt geen droom meer van. Dat hangt van aan elkaar. Dat was opzicht. Ja, nee, precies. Maar dat, nogmaals, je kunt wel van alles aan de onderkant van alles willen veranderen. Maar als er boven niks verandert, dan gebeurt er dus nog niks. Dus het verdienmodel moet anders. Dus ze moeten af van die subsidies en al die regelingetjes. Daar moeten ze vanaf. En gewoon weer normaal op eerlijke manier geld kunnen verdienen. En misschien, maar goed, iets minder export. Hè? Meer focus je meer op de Nederlandse markt. Maar ja, dat zal wel weer
een dingetje zijn. Ja, de oplossing is niet zo moeilijk, maar daar willen we het nu niet over hebben. Want dan stoort je een hele hoop mensen nog voor het hoofd. Maar de boeren moeten gewoon bij zichzelf blijven. Kijk, de boer is het begin van een levensmiddel. En dat moeten ze eerst gaan inzien, dat hun aan de wieg staan van een levensmiddel. Niet meer voeding, dat hebben we nu al 60 jaar lang perfect georganiseerd. En daarom is Nederland ook een van de grotere exporteurs van agrarische producten. Maar het zijn maar weinig levensmiddelen. En dat is wat we de boer weer terug moeten halen. Ja. En we zijn op het verkeerde been gezet in de land- en tuinbouw. Maar dat is net als in alle industrieën, zelfs in de auto-industrie, moet nu iedereen een zwaar vervuilende elektrische auto hebben. Terwijl het gewoon, met diesel kan, want aardolie is geen fossiele brandstof. Dat is gewoon een product dat gemaakt wordt in de aarde. Dus dat is helemaal, er is niks, geen fossiels aan of bedreigends of whatever. Want, en dus die boeren moeten gewoon weer terug naar hun bron. Ze moeten weer levensmiddelen gaan produceren. En net wat jij ook zegt, wat minder export is helemaal niet erg. Maar dat kan pas als het systeem helemaal ingeklapt is. Ja. Nou, en dat moment zal volgens sommigen heel kort bij zijn. We gaan het zien, want ik weet niet, jij hebt wel eens een huis gerenoveerd. Nou, ik heb dat ook vaker gedaan. En ik heb ook heel veel mensen in mijn omgeving die dat ook gedaan hebben. En ik weet van een aantal die een heel leuk oud huis hadden. En die een heel mooi verbouwd hadden. En aan het eind van het liedje zei ze, ik had hem eigenlijk eerst helemaal weg moeten halen en nieuw moeten bouwen. Dan was het A, sneller, beter en veel goedkoper geweest. Dat is dus ook met dit systeem. Dit hele slaafse geldsysteem moet gewoon eerst helemaal weg. Dan zijn we van die slavernij af. En dan kunnen we met eerlijke prijzen, wat jij ook zegt, voor boertuinder en wie dan ook, voor elke vakman. Iedereen krijgt dan een eerlijke prijs voor zijn eerlijk product. En dan kunnen we ook weer producten maken die langer meegaan. Want alle producten die we nu gebruiken, die zijn afgestemd van, ja, die mag een jaar meegaan, apparaat mag 3 jaar meegaan. Nou, die wasmachine komt vroeger 20 jaar, maar die moet nu binnen 10 jaar, liefst 8 jaar moet die kapot zijn. Nou, er zitten techneuten op om dat ding zo te ontwikkelen dat hij niet kapot gaat, maar wel zo omkant loopt na zoveel jaar, dat hij een ander moet kopen. Ja. Nou, allemaal dat soort dingen. Dus we hebben energie gestopt in dingen wat juist tegen ons werkt in plaats van voor ons. Ja. Nou, en als dit systeem, het slaafse geldsysteem, weg is, ja, dan kunnen we eindelijk weer dat doen en dan hebben we ook 80% minder nodig. Ja, oké, dan gaan we direct naar even een sprongetje maken. QFS. Is dat een tijdelijk systeem of is dat een systeem wat blijft? QFS. Ja. Je hebt het nu over slaven. Je had het net over slavensysteem, hè? Ja. Geld is per definitie een slavensysteem. Dus ik zeg vaker, we hebben geen geld nodig. Heb jij ook gezegd, geld is niet nodig. Puur onzin. Nee. Je hoeft ook geen waarde te kennen aan jouw uur. Je hoeft geen waarde toe te kennen aan mijn uur. Alles is hetzelfde. Hè? Dus. Ja. Maar het QFS, en daar wordt nu over gesproken, we gaan nu naar de QFS, we gaan nu naar een goudgedekte of asset-backed currencies gaan we toe. Dat is beter dan wat we nu hebben. Maar is het QFS een blijvertje of is dat een tijdelijke oplossing? Is dat een transformatie naar wat wij dan misschien graag zien? Natuurlijk moeten mensen afkicken. Ja, dat denk ik. Want als jij in één keer stopt, dan krijg je echt hele rare bewegingen. De mensen kunnen daar niet tegen. Dus, en QFS is een systeem, dat loopt nu al bijna 2 jaar parallel met het huidige systeem. Dus alle kinderziektes, mogelijke kinderziektes, zijn allemaal eruit. Dus dat staat klaar. Als het oude systeem weg is, komt het nieuwe systeem. En natuurlijk, als we praten over goud gedekt en weet ik waarde gedekt, prima. En dat kennen sommige mensen nog. Van voor 19, wanneer was dat? 76 of zo? Ja, 78. Nixon of zo, die heeft dat toen afgeschaft. Nou, dus die mensen weten nog dat waardevast is. Uiteindelijk gaan we naar een systeem toe dat geld, net wat je zegt, niet meer nodig is. Maar voordat je dat kunt, hetzelfde als nu, dat mensen nog niet snappen dat die arts er alleen maar zit om geld te verdienen en niet om jou gezond te maken of te houden. Anders werd hij wel betaald om mensen gezond, op het aantal gezonde mensen die hij in de praktijk had en niet voor elk receptje wat hij uitschrijft. Dus als je dat is net als met geld, je kunt dat wel weg gaan halen.
Maar dan weten mensen in één keer niet meer wat ze moeten doen. Ja, dat is ook niks. Nou ja, ik weet niet of mensen al eens een keer 6 of 8 weken op vakantie zijn geweest gedwongen. Nou, dat verveel je in ongeluk, ook al zit je in een wat voor mooi paradijsje. Maar ergens beginnen je vingers weer te jeuken. Je wilt toch wat doen. Je bent niet als een zombie hier op het aarde gekomen om niks te doen. Zo werkt het niet. Dus, en dat gaat dan ook heel snel vervelen. Dus, dus dat hele nieuwe geldsysteem, dus of we de florijn weer terugkrijgen, en in Duitsland krijgen we in ieder geval de D-mark weer terug. Dat is ook een overgangsfase. Maar goed, puur om te wennen dat je niet meer achter het geld aan hoeft te rennen. En als de mensen dat gewend zijn, ja, dan komen we weer een stap verder. En dan, ja. Ja, precies. Maar jij zegt inderdaad, hey, dat verhaal ken ik ook, de euro die vervalt, dus valt de euro, dus de eurozone valt misschien wel uit elkaar weer dan. Zeker. We gaan terug naar, jullie gaan naar de D-mark, wij gaan weer naar de, jij zegt, florijn, naar de guld, maakt niet zoveel uit. Maar goed, die tekenen zien wij nog niet. Want dat gebeurt ook niet van vandaag op morgen, hè? Even het uiteenvallen van Europa. Ja, hoe heet Uzi van der Leyen, die heeft een formuliertje aan Zelensky gegeven. Dat is echt een goede acteur. Ja, die heeft ook niet voor niks al meer zijn miljard verdiend. Dat is echt een fantastische acteur. Die zegt, dankjewel, maar voordat hij lid kan worden, is de EU al lang weg. Ja. Dus de EU is op sterven na dood. Het is ook niet een democratisch iets. Het is gewoon opgelegd. Dus dat gaat heel snel weg. Dus daar hoeven we ons niet bang voor te maken. Absoluut niet. We hoeven ons nergens bang voor te maken. Wij hoeven ons alleen maar klaar te maken om die stap te maken. Ja. En we hoeven niet bang te zijn van dat dit gebeurt. Of ja, kijk, de euro ligt al vanaf 2008... in coma. Ja, vertel mij wel. Maar niemand durft die stekker eruit te trekken. Nee, goed. Kijk, dat is ook een beetje, want dat is ook een beetje waar ik op aanstuur. Kijk, 2008, financiële crisis, waren te veel schulden, het probleem is opgelost met nog meer schulden, dus dat kon never nooit niet. Toen dachten wij, en dat was een hele grote groep, best wel ook online, best wel experts erbij van, 2013, 2015, jongens. Het kan ook niet anders, maar het systeem klapt. Dus ik ook goud, bla bla. Hey, inmiddels zitten we 2022. Het systeem draait nog steeds op volle toeren. En kan met euro, de eurozone, dat zou natuurlijk net zo gaan. Wij zeggen allemaal, dat kan niet, jongens, het dood. Nee, zeggen ze daar in Brussel. Want die houden gewoon vast. Dat is hun droom. Dat is hun natte droom. Dat gaat gewoon door. Snap je? Dus het moet ook, en dat is ook wat ik merk bij een heleboel mensen. Het ongeduld, hè? Ze willen, maar wanneer gaat die knop om? Hè? Ja, dat weet ik ook niet, maar ja, dat weet je ook niet. Maar gelukkig weten we dat niet, want dat zou ook alleen maar nog meer onrust geven. Ja. Het belangrijke is dat we weten dat die knop omgaat. En die kan maar zo vandaag of morgen of volgende week of deze maand of volgende maand. Ik denk dat de euro overleeft sowieso de zomer niet. Dat is voor nu zachtjes aan wel echt 100% duidelijk. Het is alleen maar de vraag wanneer gebeurt het. Kijk, we zitten nu in een dergelijk pakket dat er wel van alles gezegd wordt. Maar degene die de euro altijd bijgedrukt heeft, die kan dat nu niet meer. Nee. Nou, de rente gaat omhoog. In Amerika is begonnen. Europa, als er stel, er zou niks gebeuren, zitten we eind dit jaar tussen 5% en 9% rente. Nou, dat overleeft ook geen enkel bedrijf meer, zeker het MKB niet. Want die hebben allemaal nu relatief bijna gratis geld gehad. En daardoor konden ze dit zogenaamd overleven. Ja. Dus mocht dit systeem blijven zitten, dan is het herfst, is het, hoe noemen ze dat, gehaktdag. Dan blijft er geen bedrijf meer over. Nee. Dus in die zin, dan kan echt iedereen uitrekenen op een achterkant van een sigarendoosje. Dit is gewoon einde oefening. Ja. En ik denk niet dat ze zo lang nog gaan wachten. Want kijk, de mensen die dat slaafse geldsysteem nog steeds in stand houden, dat zijn nog 34 landen in de wereld. Dus dat is een kleine minderheid. Mm-hmm. Alle anderen, die zijn al op een andere methode overgestapt. Zeg maar het QFS, maar dan
Ze noemen het dan nog even anders, omdat de SWIFT is dadelijk ook weg. Dus dan zeggen ze, ja, China en Rusland en India, die hebben dan wat anders. Dat is gewoon het QFS, maar dat hoeven ze niet zo te noemen. Maar dat is het wel. En dat gebeurt nu stelselmatig. In Europa zijn steeds meer landen die zeggen van, Hongarije, daar kost het diesel gewoon maar nog 1 euro zo. Dus het kan, want die denkt aan zijn mensen. Alle andere politici in de rest van die landen, ja, die zitten voor zichzelf, niet voor jou en voor mij en voor de rest van de mensen. Nee, die denken alleen aan zichzelf. Dat is dus een punt wat nu een van die schrik-eventen zijn om de mensen bewust te laten worden van, kijk nou eens, wat is er? Wat gebeurt er? Wat doen ze met jouw geld? Ja. Maar goed, ik geloof ook dat het systeem valt. Het kan niet anders dan vallen. Maar dan moet er wel iets klaarstaan. Alles is klaar. Ja, nee, precies. Maar er moet ook bijvoorbeeld, je hebt China, je hebt Rusland. Hey, dat waren aparte landen. Maar nu, wij zitten nu in Europa. Hè, wij zitten in Europa. Nederland is onderdeel van Europa. Europa is niet klaar. Dus Nederland is waarschijnlijk, ja. Dan denk ik van, wie organiseert dat dan? Wie gaat dat in Nederland dan organiseren dat klaar is straks? Als de euro valt. En we willen niet dat de regering dat doet. Want daar hebben we dus, dat komt niet goed. Als de regering straks weer aan de touwtjes gaat trekken. Nee, dat is, ten eerste, het is klaar. Ja. Dus als, noem maar eens, over een uur de stekker eruit gaat, is het een seconde later, is alles ook geregeld. Maar dat kan niet eerder, het oude moet eerst weg. De huidige regeringen, die zijn dan ook weg. Ja. En ik denk ook dat ze heel snel moeten rennen. Want het punt is namelijk, mensen worden boos nu. Ja, ja, ja. Om verschillende redenen. Dat ze voor gek zijn gehouden. Maar dat ze ook aan een levensgevaarlijk experiment hebben mee moeten doen, zogenaamd. Ja. En die mensen die dat nu gaan beseffen, dat ze echt een proefkonijn zijn geweest van een levensgevaarlijk medisch experiment waarbij alle proefdieren zijn gestorven, dan kan de optimist zeggen, oké, dan heeft dat medicijn heel goed gewerkt, want 100% werking heb je nooit. Zelfs de beste antibiotica heeft maar een werking van 42%. Dus met dit medicijn, zogenaamd de vaccinatie, hebben ze een 100% werking gehad op de proefdieren. Want de kleintjes en de grote, alle dieren zijn eraan doorgegaan. Nou, als de mensen dat nu gaan beseffen, dat losgelaten is op mensen, en niet een paar, maar wereldwijd, op miljoenen mensen. Ja. Als ze dat gaan beseffen, ik denk niet dat er nog wat van die marionettenkabinet, jongens, rustig over straat durven te fietsen of te lopen. In Canada krijgen ze al een panic button, hè? Die ministers. Als ze kunnen zo op een knopje drukken, wordt het extra beveiligd. Maar die durven dan niet meer over straat. Ja, terecht. Nee, maar dat is logisch. Ja. Dat is heel logisch. Want er zijn een aantal mensen. Kijk, die mensen die het doorzien hebben en niet aan het experiment mee hebben gedaan, daar hoef je niet bang voor te zijn. Die mensen gaan ook vredig de bijeenkomst houden. Die lopen een keertje door de straten heen. En die zorgen dat andere mensen denken van, hey, waarom lopen die daar nou eigenlijk? Kijk, die mensen, die zijn vreedzaam. Die zijn de afgelopen 2 jaar vreedzaam. Alle protestmasters, of net hoe je het noemen wilt, die zijn allemaal vreedzaam verlopen. Soms uitgelokt door die jongens om het dan maar voor de camera slim uit te laten zien. Maar in principe zijn alle mensen die in de weerstand hebben gezeten, die hebben gewoon, hoef je niet voor te vrezen. Die zijn vreedzaam, die weten waar het naartoe gaat. Het zijn juist de mensen die goedgelovig de overheid achterna zijn gegaan in hun woorden. En die hebben ze omgezet in daden. Dus die hebben zich laten testen. Sommigen dagelijks, anderen hebben zichzelf die vloeistof laten injecteren. Nou, dat zijn de mensen die er nu boos gaan worden. Heel erg boos gaan worden. Omdat ze gewoon zien, de ziekenhuizen liggen nu vol met mensen die geënt zijn. We hebben overal personeelstekort, omdat de mensen die geënt zijn, langer ziek zijn of nooit meer terugkomen. Arbeidsongeschikt worden. Nou kijk, en als die mensen ook nog sterven en
het is jouw dierbare wie sterft naar aanleiding van zo'n injectie. Die mensen kunnen wel eens heel erg boos worden. Ja. Kijk, ja. En dat gaat nu van de zomer, denk ik, gebeuren. En dan denk ik ook wat jij net zegt, van ja, gaat de regering dat nieuwe QFS en het nieuwe geld verdelen? Nee. Ten eerste zullen er bijna geen banken meer zijn wie we nu kennen. Er komen gewoon andere verdeelstations waar je geld kunt wisselen. En de regering, wat je regering mag noemen, maar dat is ook provinciebestuur, gemeentebestuur, burgemeesters. Ik denk dat die heel snel weten waar de kazernes zijn om zich aan te melden van ja, ik ben ook burgemeester daar en daar, neem me in bescherming. Want het hele dorp of de hele stad of de hele provincie komt achter me aan. Ja. Dus die mensen zijn dadelijk heel snel voor het raam weg. En dan is dus ook al gezegd van als in landen zoals Nederland is goed georganiseerd, dan ga je toch de goede militairen gaan de macht, gaan tijdelijk het land besturen. Zodat zeg maar orde en dat alles goed loopt, dat er water is en dat er elektriciteit is en dat de winkels kunnen bevoorraad worden en. Want de pleuris kan echt uitbreken als mensen boos gaan worden. En die zorgen er dus voor dat alles zo goed mogelijk blijft lopen. Nou, als daar een beetje de rust terug is, dan gaan we nieuwe bestuursculturen organiseren. En dan krijg je echt, wat je ook ziet in de oude culturen, dat je zeg maar, quasi een dorpshoofd bij elkaar gaan zitten en dingen gaan besluiten. En niet meer vanuit Den Haag gaan ze zeggen wat er in Groningen gebeuren moet. Die mensen weten niet eens waar Groningen ligt, die weten ook niet wat bij jullie speelt. Dus die grote lijnen, die zijn dadelijk weg. We gaan het echt regionaal oplossen. Want regionaal kun je dan ook je levensmiddelen produceren, kun je het afval verwerken, kun je de energie produceren. Want elke regio kan onafhankelijk zijn. Ja. En als je uitwisselt met elkaar, dan kun je bijvoorbeeld ook nog andere vruchten en producten krijgen waar andere regio's dan weer goed in zijn. Dat zal blijven, dat is niet goed, dat is goed. Maar zeg maar de structuren waar we nu zo in gedwongen en al 100 jaar in geloven dat dat goed is en democratisch is, ja, die verdwijnen. Ja, ja. En dan krijgen we rust. Ja. Maar tot die tijd, ja. Ja. Ik weet niet wat er op ons afkomt, maar deze zomer kan nog wel eens hectisch worden. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En nou, ik zie veel mensen die ziek zijn. Hebben allemaal zomergriepje in één keer. Het is heel bijzonder. En veel mensen die waar ook echt ziek worden, maar ook serieus ziek worden, en kanker wat erop komt, of nou, spontaan, ja, van alles nog wat bloedinkjes. Dus, maar ik hoor nog, dat is gewoon zo, het komt, maar ik hoor nog weinig mensen die dan het verband durven leggen met het vaccin. Hè, kijk, Nederland heeft de overheid heeft al een voorschot genomen. Ja, er was best veel oversterfte in Nederland afgelopen maanden. Wat vandaan komt, weten we niet. Maar het had niks te maken met het vaccin. Hey, dus nee. Ze hebben ze al even getackled. Dat is in elk westers land is dat zo. Nu zijn ze, waar zijn ze toch begonnen? Dat artsen nu wel aansprakelijk gesteld worden. Ja. Dat ze €14.000 moeten betalen. Was dat Engeland of zo? Of kunt niet meer over Ierland? Kunnen niet een van die landen? Kwam vandaag naar voren dat de overheid zich schuilt nu van nee, het ligt niet aan ons, die arts heeft dat gedaan. Ja, zo ja. Kunnen we dat ook. Ja. Maar in ieder geval, het valt gewoon op. Alles wat er gebeurt, ten eerste wordt zogenaamde bijwerking, wat eigenlijk de werking is, wordt niet geregistreerd. Heel mager, er wordt maar een paar procent, hooguit 5% wordt maar geregistreerd. En dan schrik je al van de cijfers. Daarnaast, als je zegt van zou dat verband kunnen hebben met het experiment? Nee, dat weten ze stellig. Ja. Terwijl, dan moet je toch eigenlijk al een belletje gaan rinkelen. Van, bedoel, als iemand ziek wordt en je weet stellig dat het aan één ding niet zal liggen,
Ja, dan zou je kunnen zeggen, dan ligt het dus daaraan. Want ja. Anders zeg je dat niet zo stellig. Nee. Heb jij een snoepje gestolen? Nee. Tuurlijk. Snap? Dat is, dat, mensen moeten dat ook waarnemen. Van jongens, als dat zo stellig gezegd wordt, daar ligt het niet aan. Ik zou het toch maar eens navragen. Maar de artsen, die hebben voor het registreren van bijwerkingen, moeten, kost een x hoeveelheid tijd. Nou, in de tijd van een arts is relatief duur. Dan zet er wel een assistent op, maar dan nog. En die tijd willen ze niet besteden, kunnen ze niet besteden. En met andere woorden, maar het wordt ook niet betaald. Nee. Dus dat, dan heb je dus al een heleboel remmingen om een eerlijk, terwijl het een tijdelijk toegelaten experiment is. En dat inhoudt dat het exact, heel nauwkeurig, gecontroleerd en genoteerd en gemonitord moet worden. En dat hebben alle landen verzuimd. Alleen om die reden geldt de clausule al niet meer dat ze niet aansprakelijk zijn. Ja. Ze hebben gewoon de regels gehouden. Weet je wat je ook zegt? En volgens mij was het iemand van de CDC of van de WHO. Er was een vrouw die had gezegd, ja, hey, hop, wij hebben nooit iemand gedwongen om het vaccin te nemen. Ben je wel zo? Nee. Ja. Dus is het je eigen keuze. Jullie hebben nog meer papieren gezien daar in Duitsland dan hier in Nederland. Ja, hier zijn echt mensen gedwongen op staande voet ontslagen als ze het niet deden en noem maar op. Ja. Nee, precies. Maar goed, en dan gaat, weet je, inderdaad, dus de overheid gaat zich straks verschuilen naar de artsen en degene die de spuitjes hebben gezet straks, hè, GGD'ers en al die vrijwilligers die dan dachten dat ze goed werk deden. Die worden straks allemaal verantwoordelijk gesteld. En de overheid schrijft alles. En die zet ze zo voor de bulldozer. Jongens, dat zijn jullie schuldigen. Nee, wij niet. Nee. Ja, dat is nog een laatste trucje van de deep state, om maar zo te zeggen. Ja. Maar iedereen die verantwoordelijk is geweest voor dit, zal ook ter verantwoording geroepen worden. Ja. Daar komt niemand onderuit. Nee. Nou, ik heb en dan mogen ze zeggen, en ik ga eens niet geboost, dat kon je voor 80 jaar geleden zeggen. Toen hadden we nog geen internet, nog geen telefoon, toen wisten ze niks. En dat gaat nu niet meer op. Nee. Die informatie was er, die is er, en er komt alleen nog maar meer. En als je nu nog durft te beweren dat het goed is om aan dat experiment mee te doen, dan ben je op voorhand gewoon een moordenaar. Nou ja, en dat hele we hebben het niet gewoest verhaal. Ik heb meerdere verklaringen gezien van Duitse mensen die met die oorlog hebben meegemaakt. Ze woesten het wel. Echt wel. Alleen ze zeiden gewoon niks. Hè? Ja. Bizar. Het is bizar hoe zoiets kan. Maar goed, we zitten er nu weer middenin. Die vergelijking mag je ook niet maken. Maar dit is gewoon Tweede Wereldoorlog 2.0. Waar we nu in zitten. Gewoon, mensen worden gewoon... Hè, je wordt nog niet op de trein gezet. Tenminste, nog niet. Wij misschien. Nou, misschien komen we elkaar een keer tegen de trein, Karel. In Duitsland hebben ze al een ticket ingevoerd voor 9 euro. Arbeid mag vrij. Ja, ja, zeker. Nee, maar die vaccinatie mag vrij, ja, terwijl het geen vaccinatie is. Maar nee de kampjes worden al gebouwd. Nou, ik weet niet waar die voor gebruikt gaan worden, maar dat zal niet voor ons zijn. Dat zal voor de mensen zijn, de personen zijn die dit gedwongen hebben. Die zullen best wel een keertje ergens opgevangen moeten worden. Om terug te komen van, we zijn er nu, we weten nu waar we naartoe gaan. Wij hebben de macht in handen. Draag daar ook uit elke dag. Wees niet bang. Nee. Wees niet bang dat er iets of wat gebeurt. Want de omkeerpunt is nu zo kort bij. Als alle mensen nu bewust zijn van hun soevereiniteit, of net hoe je het noemen wil, dan is het systeem heel snel weg. Ja. Want zolang wij nog gehoorzamen, en zeker op regeltjes die nergens op slaan. Of dat nou op CO2 gaat. In Duitsland zijn ze het inventariseren van wat je hebt. In Oostenrijk zijn ze al een stukje verder. Maar Oostenrijk loopt altijd iets voorop met Duitsland. Als jij een huis hebt wat niet zo goed geïsoleerd is, mag je al extra CO2-heffing betalen, omdat jij te veel warmte uitstoot. Nou, in Nederland, ik weet niet hoe ze dat doen, maar in Duitsland werken de overheden een beetje naast elkaar. Dus er wordt nog heel veel met een fax gewerkt. En als het aan thermofax is, dan weet je zelf dat de zon schijnt zoals vandaag, dan is ze zo weg. Dus
Dus daar gaat het allemaal wat langzamer. Maar ik weet niet hoe ze het in Nederland doen. In Nederland staat alles al op papier of zit in de computer. Ja. Dus als die inventarisatie gemaakt wordt, ja, en je hebt ook nog een je digitale ID-dingetje, ja, dan ben je al berooid voordat je überhaupt door hebt wat er gaande is. En... Ja, nou ja, goed. Kijk, het spul, daar ben ik ook over overtuigd. Die app, of hoe ze het dan ook gaan doen, die persoonlijke CO2-tax, die is er al lang. Die hebben ze al lang klaar. Ze moeten hem nog alleen even activeren. En dat zal stapje voor stapje gaan, denk ik. En het gaat allemaal gebracht worden alsof het geweldig iets geweldigs is. Dat doet echt mee. Maar ja, nou, ik zeg, ik hoop dat mensen morgen, vandaag nog na gaan denken over wat er allemaal niet klopt. En dan zijn we er heel snel. Ja, want als je de gehaltes kijkt bijvoorbeeld van CO2, die waren 100 jaar geleden net zo hoog of lager als nu. En als je met die groen vergiftigde politici praat en je vraagt van hoeveel CO2 zit er in de lucht, weten ze dat niet eens. Want die denken allemaal dat dat 20, 30, 40% is. Ja, het is allemaal maar 0,0 zoveel procent. Nou, en stikstof heb je nodig. Ja. En om nog even op dat stikstofverhaal terug te komen, dankzij die goede land- en tuinbouw wat we in Nederland hebben, hebben we juist zo'n schone milieu. Ja. Want de industrie stoort heel veel uit. En dat wordt, en ammoniak wordt ook uitgestoten, bij een boer ook een beetje, maar dat is niet erg, want de vrachtwagens tanken inderdaad, en dan noemen ze dat AdBlue. Nee. Dus zo slecht is ammoniak niet. Ammoniak is gewoon een soort raket die de lucht ingaat, en als die elementen tegenkomt in de lucht, dan bindt die zich. En dan valt het gewoon als een soort bemesting terug op aarde. En door de goede land- en tuinbouw die we hebben hier in het westen, Nederland, Duitsland, België, wordt die bemesting omgezet in eiwitten die wij voor mens en dier weer te benutten zijn. Was er hier geen land- en tuinbouw, dan viel dat op die schrale grond, wat ze zo graag willen hebben, dan gaat je de bodem verzuren en hoog nitraatgehalte. Want de hoge nitraatgehalte zit juist onder de natuurgebieden en niet onder de landbouwgrond. En als dus er geen land- en tuinbouw is en er komt ook geen uitstoot van wat die boeren uitstoten, maar dat is een natuurlijke kringloop, dan gaat dat de zee op. Zolang de zee dan niet vol met molen staat of turbines. Nee, die blazen het dan weer terug, hè? Nee, maar dan komt het boven zee en dan komt het op zee en dan krijg je daar weer een gigantische zeewiergroei. Ja. Nou, dan kun je daar weer niet varen, dan zit hij helemaal dichtgegroeid. Ja. Dus in die zin, zolang mensen niet snappen dat wij in een kringloop leven en dat elk elementje wat op deze aarde is altijd in een kringloop aanwezig is. Nou, vandaag zit hij hierin, dan morgen zit hij daarin of over een jaar zit hij daarin. Maar er gaat niks verloren, het zit gewoon in een kringloop. En dan kun je wel gaan meten van, ja, maar ik meet nu hier zoveel. Ja, ben je al eens in die ijzergieterij geweest, waar ze, voor mij met een motorblok maken of stalen spanten. Nou, op het moment dat dat uit de oven komt, en je zegt van, nou, dat is zo zacht, daar kun je bij wijze van spreken, daar kan toch nooit een dak hoog houden. Nee. Snap je? Dus als je halverwege een proces iets meet, en niet weet dat het proces gewoon oneindig is en altijd doorgaat, dan heb je geen vervuiling, dan is er gewoon niks aan de hand. Maar als je dat niet snapt en je gaat maar gewoon op één puntje iets meten en dan zeg je, oh, hier is wat aan de hand. Ja, natuurlijk is er wat aan de hand. Ja. Maar ja, kijk, dat is ook zo. En dat is wat er gebeurt. Er is, je hebt een of andere man, stikstofprofessor noemt hij zich, geloof ik. Ja, als de stelling is, stikstof is een probleem boven de zoveel gram per hectare, dat is een probleem. Als dat de stelling is, ja, hey, dan kunnen we los. Hè. Dan kun je een mooie dokter anders titel halen en dan 10.000 in de maand, weet ik veel, afstrijken. Ja. Ja, nee, maar dat is ook het punt. De wetenschap wordt veel te hoog aangezet. En de wetenschap is gewoon de nieuwste stand van de vergissing. Wetenschap zegt niks. Nee. Want die mensen zijn zo gespecialiseerd, die weten niet hoe die in zo'n kringloop werken. En als je dat niet weet, en je hebt alleen maar specialisten, ja, iedereen. En als je dus ook nog geld geeft, en nog liefst een zak vol geld, en ook nog, ja, maar als je inderdaad op CO2 gaat promoveren, ja, dan krijgt de universiteit 5 jaar lang, 10 jaar lang zoveel miljoen. Ja. Nou, dan is de uitkomst gegarandeerd ten gunste om zo'n beleid door te drukken. Maar het heeft niks met de natuur te maken en de natuurwetten. Nee.
En als mensen elke keer maar zeggen, ja, maar er was toch een viroloog of een professor, een dokter, die zit ook maar gewoon te lullen voor waar ze voor betaald worden. Ja. Sorry hoor, maar ik heb meegemaakt. Ja, even ter verdediging van dat die mensen, zij hebben wel gelijk op dat punt, ze hebben wel, als je stelt, boven de zoveel gram stikstof is een probleem, als dat de stelling is, zoek er even uit, ja, dan is er een probleem, toch? Alleen als het complete plaatje, want dat hebben ze niet, ze hebben het complete plaatje niet voor zich, ja, dan komen we dus nergens. En nou ja, dat soort, wat je ook zegt, voor dat soort mensen zijn er gewoon te veel op dit moment. En allemaal betaald, zwaar betaald. Nou ja, te veel, dat zijn de enigste die in de media komen. En dat zijn gewoon propagandisten. Het heeft niks meer met wetenschap te maken. En hun misbruiken hun titel, hun opleiding, om een beleid te propaganderen. Het heeft niks met wetenschap te maken. Niks. Nee. En het is helemaal uit verband getrokken. Ze worden ook misbruikt. Ja. Ja. Had je nog iets op je lijstje, Karel? Want ik zie je steeds naar beneden kijken. En ik denk, nou, die man heeft een hele lijst. Nou, ik... normaal heb ik hem hiernaast hangen. Maar nu... ik vond nog wel een paar dingetjes. We zitten nu in zo'n mooie tijd. En de mensen hoeven niet meer bang te zijn. We zijn er gewoon. We moeten ons er ook naar gedragen. Als we er ons naar gaan gedragen, hebben we er ook geen last meer van. Nee. En we hoeven geen mensen te bekeren. We hoeven alleen maar mensen, aan de hand van de vragen die ze stellen, kun je ongeveer inschatten op wat ze al weten en in welke richting ze denken. Kun je ze stapje voor stapje nu nog helpen. En mensen hoeven niet meer tegen elkaar gehetst te worden. Als ze dat nou maar zien. Niet meer van, ja, maar jij bent dat of jij bent zus of zo. Nee, we zijn allemaal gelijk. Wij mensen hebben de toekomst. Hoe je er ook uitziet, wat je ook hebt, dat heeft er allemaal niks meer van doen. Wij mensen moeten nu samen gaan. Niet meer strijden over dat clubje is beter dan dat clubje. Allemaal onzin. Als er nog 22 multimiljonairen op een veldje staan, een beetje een bal die te trappen, als je dat nog fantastisch vindt, prima. Maar dat is niet het leven. Wij gaan naar binnen. Loslaten de handel. Ga naar binnen. Ga naar je hart. Doe vanuit je hart al je werk. En wat er ook gebeurt en wie er ook tegenkomt, en ook de zogenaamde beleidsmakers of uitvoerders, net hoe je ze noemen wil, al die mensen die geïnstalleerd zijn door de niet gekozen organisaties, die in een niet-regeringsorganisatie zitten, die wij dan zogenaamd democratisch gekozen regeringen noemen. Die doen alles. Er zijn eigenlijk maar twee redenen waarom er iets gebeurt in deze wereld. Dat is uit liefde. En dat is het mooiste. En die kant gaan we uit dat we dadelijk niks anders meer doen dan uit liefde. En al die mensen en al die personen die gekke dingen doen en loslaten op ons, die schreeuwen in feite naar liefde. Want we missen die liefde. En de echte viezerikken, dat zijn, ja, geef ze een naam, maar in ieder geval wat bij de deep state hoort, die kun je niet meer redden, die zullen verdwijnen. Maar heel veel mensen hebben uit goed geloof dingen gedaan, maar ook om schreeuw om liefde, omdat ze in feite komen ze alles die liefde tekort. En ze proberen ze met dwang, drang, met geweld, proberen ze dat bij een ander, die het gemis aan liefde, te projecteren op een ander. Ja. En als je dat kunt zien, dan kun je gewoon, want de liefde overwint. Wat er ook gebeurt, als jij lief bent, in liefde je dingen doet vanuit je hart, dan zitten we al in de volgende fase. En als we dat met ons allen doen, ons niet meer gek laten maken, niet bang laten maken, altijd wel opletten natuurlijk. Want er gaan deze maanden dingen gebeuren waar je niet verwacht had. En ook verschrikkelijke dingen. Maar ook dat hoort bij het loslaatproces. Ik denk dat iedereen mensen in zijn directe omgeving gaat verliezen, die aan dat experiment hebben meegedaan. En dat is niet leuk. Ik merk het hier in de omgeving heel sterk. Schijnbaar hebben ze hier al gelijk met ander spul gespoord dan in Nederland. Ik weet het niet. Maar we hebben het ook in onze eigen kring meegemaakt. Vrienden, familie, wie weggevallen zijn.
puur en alleen door dat experiment. En dat is ook een proces van loslaten. Want je kunt er wel heel boos om worden. En zeker als het heel erg dierbare zijn. Snap ik. Ja, maar... de minister zei van het is goed. Ik snap het. Dat je ook heel erg boos kunt worden. Maar weet wel dat die mensen... of die personen zijn het eigenlijk... dat die een heel groot probleem krijgen. Als ze het al niet hebben. Wat mij opvalt is als je... Ik zag laatst een paar stukjes van verschillende ministers in Nederland. Als je kijkt hoe ze nu achter een microfoon staan. Kijk maar eens hoe ze met de ogen kijken. En Hugo was er ook eentje van. Maar ik zag die oude minister van Landbouw. Die zag ik ook kijken. Ik denk nou, in Duitsland is bekend dat ze eigenlijk geen dag voorbij gaan of ze snuiven of ze wat ze ook nemen. Ze blijven niet meer overeind zonder dat, omdat ze weten dat ze fout bezig zijn. Ja. En dat is in Nederland ook zo. Dat zijn de grootste afnemers, zeker producenten van dat spul. Daarom moesten ze ook Afghanistan hebben, want daar wordt het meeste van dat spul gemaakt voor gebruik in Amsterdam en daarna. Die personen. Je mag er best boos op worden hoor, ik snap het. Maar weet wel dat die mensen ook in een val gelokt zijn. Die zijn ook met mooie voorwenselen van, als je dit doet, als je die post bekleedt, dan ga je dat verdienen en dan kan je dit en dan mag je daar naartoe en dan mag je zus naartoe, dan krijg je een autochauffeur, noem maar op. Je krijgt een potje om te verdelen en dat wordt dan verdeeld onder familie en bekenden, onder de mond van advies. Organisaties, die hebben allemaal de verleiding van de duivel niet kunnen weerstaan. Nee. Hetzelfde wat heel veel artiesten ook niet hebben kunnen weerstaan. Want één hit scoren, dat lukt sommige mensen wel, maar om 10 jaar lang een hit te blijven scoren, de een na de andere. Ja, de meesten die komen er nu ook vooruit van, ja, ik heb mijn ziel verkocht aan de duivel. En dat geldt voor de bestuurders, zowel in de politiek als in grote bedrijven ook zo. Die hebben de ziel verkocht aan de duivel en die zijn zo ver van het padje af waar wij op zitten. Die, ja, ik weet het niet wat die gebeurt, maar in Duitsland wordt gezegd dat verschillende artsen al zo'n pilletje hebben besteld. We mochten de hele boze patiënten of ouders van patiënten voor de deur staan, dat ze dat pilletje innemen en dan maken ze het niet meer mee. Nee. Dus zo erg is het. Ik snap dat je heel boos kunt worden. Heel verdrietig. Als je dierbaren omvallen omdat ze in goed geloof dit hebben gedaan. Maar weet wel dat je zelf in liefde moet blijven. Ja. Want wij gaan verder. In liefde. Ja. Met iedereen op deze wereld. En er zullen er nu heel veel voorlopig even wegvallen. Waar we ze en hoe we ze weer terug tegenkomen, weet ik niet. Gaan we zien, gaan we meemaken. Dat zal nog deze zomer een hele zware proef worden voor heel veel. Ja. Maar degene die weten wat er speelt, en ook al eerder dan deze 3 jaar, die zou ik mee willen geven. Blijf in liefde, luister naar mensen. Omarm ze, geef ze steun wat nodig is. Wij weten welke kant we op gaan. En mogelijk kunnen nog mensen ook verzacht worden of meekrijgen in die liefde waar we naartoe gaan. Want deze slavernij is voorbij. Helemaal goed. Dan sluiten we hem daarbij af, Karel. Ja, we kunnen er wel even doorgaan, maar ja, ik denk dat dit voor dit moment voldoende is om de mensen een hart onder de riem te steken en goed bij zichzelf te blijven, zoveel mogelijk dingen los kunnen laten. Het gaat niet om dat je alles moet laten vallen, maar ga in jezelf aan de gang. Dat is heel belangrijk. De rest is allemaal maar bijzaak. Zorg goed voor je mensen om je heen
En als je in een situatie zit waar je echt niet goed zit, ga daar ook weg. En dan hoef je niet bang te zijn dat je niet rond kunt komen. De redding is heel nabij. Nou. Ik zou zeggen, mensen, veel sterkte, veel liefde, veel plezier. Want als je het goed betracht, goed bekijkt wat er nu gebeurt, dan kun je alleen maar lachen over de dingen die nu voorgespeeld worden. Van, neem het waar, kijk. Als je kijkt wat er nu gebeurt, wat ons gepresenteerd wordt, is echt. Je kunt er echt om lachen. Ja, nee, precies. Precies. Karel, ik wil je danken voor het leuke gesprek. Peter, jij ook. En mensen allemaal. Ja. Een hele fijne avond nog. Hou de moed erin. We zijn er. We zijn er. Hey. Tot ziens. Hoi, hoi. Hoi, hoi.